De 21-jarige Remco Kiewicz stal op 2 maart vorig jaar rond 8 uur s avonds twee blikjes bier van een kiosk op het station in Tilburg. En toen hij daarna door een beveiliger in een nekklem werd genomen, kwam hij om het leven, omdat hij in zijn eigen braaksel stikte. Het Openbaar Ministerie besloot twee weken geleden om de beveiliger niet te vervolgen, omdat niet te bewijzen is dat hij schuldig is aan de dood van Remco. Maar volgens de familie deed het OM dat zonder dat ze de foto's die zij genomen hadden gezien had. Ook gewoon helemaal niks van in het dossier. En wij zelf hebben dus wel vastgelegd en ook daar gezien dat er heel veel bloed en, en toch wel uh, braakselsporen uh, vanaf de muur uh, lopen. Christine Kiewits hoopt ook dat getuigen zich alsnog melden. En dat dat in combinatie met de foto's die ze hebben gemaakt genoeg reden is voor het OM om het onderzoek te heropenen. Ik wil gewoon uh, de waarheid boven tafel hebben. En als blijkt dat uh, de bewaker er schuld aan heeft, wil ik gewoon iets in verantwoording neemt.